Het snoeiafval, Marjolein Pleunis van Empel. Ik denk dat er niet heel veel mensen gesnoeid hebben vandaag met deze regenachtige dag. Maar ik zei het net al in de teaser, wist u dat het mensenleven kan redden? Nou, dat plantje, dat heeft bijzondere werking, hè? Ja, zeker, zeker. Van de Taxus naalden kan chemotherapie gemaakt worden. En eigenlijk twee soorten chemotherapie. We noemen dat ook de taxanen, ja, van de taxus afkomend. En dat zijn twee soorten, de docetaxel en paclitaxel. Heel moeilijk om te onthouden. Dat gaan we ook niet doen. Maar wisten jullie dat plantje, je weet het wel, die hoekige haagjes. Mm-hmm. Wist je dat dat hele bijzondere werking heeft? Ja, ik wist het wel. Jij wist het wel? Ja. Ja, nou, ik persoonlijk niet. Jij toevallig? Nee. Nooit geweten. Nee, maar wat jullie dus doen is zeggen inzamelen, want heel veel mensen zijn aan het snoeien. Dus ja, dan, daar kunnen jullie wat mee. Ja, ik denk dat het een heel mooi initiatief is. En de bedrijven die de chemotherapie maken, kunnen natuurlijk op allerlei manieren eraan komen. Maar ja, waarom zou je niet je snoeiafval inleveren? Als ja, het anders toch gaat is. Het toch de kliko in. Ik denk dan ook wel van, kan je niet, als het zo'n ongelooflijk goede werking heeft, gewoon een kas bouwen en allemaal taxusplantjes inplanten. Ja, waarschijnlijk gebeurt het ook wel op grotere schaal. Hè? Ja. Dit is natuurlijk een bijdrage die geleverd kan worden. Ja, dus ja, het is een druppel zeg maar, op ja, een gloeiende plaat. En synthetische varianten, zijn die er niet? Want veel medicatie die gebaseerd zijn op... Ja, zeker. Er zijn natuurlijk veel meer medicijnen die oorspronkelijk ook uit de natuur komen. Maar waarbij het toch instabiel is of niet goed steeds hetzelfde middel te maken. Mm-hmm. Dus daar zijn allemaal synthetische varianten. Ik heb begrepen dat hier ook synthetische variant van is. Maar dat de oorspronkelijke eigenlijk nog steeds gewoon gebruikt wordt. Maar is het dan ook zo dat de natuurlijke variant beter is dan de synthetische? Heb ik wel begrepen dat het zo is. Ja. Okay. Ja. En voor wat voor soorten? Want we hebben het over chemotherapie, maar... Ja. Ingezet bij alle soorten ziekten? Bij heel veel soorten. Als je kijkt naar wat het doet, hè, dan als je een kankercel hebt, zeg maar, die gaat ongeremd delen. En daar is iets mis in het delingsproces. En dat verloopt via heel veel ingewikkelde stappen. En wat de paclitaxel en de docetaxel doen, die chemotherapiemiddelen, die remmen eigenlijk een cruciale stap in die celdeling, waardoor die kankercel doodgaat. Ja. En daarmee kan je het dus gebruiken. En waar we het voor inzetten is eigenlijk borstkanker. Gebruiken we het heel veel voor, allebei de soorten. Mm-hmm. We gebruiken het bij eierstokkanker. En bij eierstokkanker is het echt een doorbraakmedicijn geweest. Dus bij heel veel verschillende... Ja. Ja, wel goed dat het er is, hè? Ik dacht altijd dat dat plantje juist een beetje gevaarlijk was. Want het is ook giftig. Dat is dus wel waar. Ja, ik dacht, dat zal zo. Ook wel een fabeltje zijn. Maar het is ook echt giftig. Maar het is giftig als je het... Stel, je bent als kind buiten aan het spelen en je eet het. Ja, je moet het niet eten en die besjes al helemaal niet. Nee. Maar als je het dus vervolgens... En ik las ergens dat je 130 kilo snoeisel nodig hebt. En dat gezamenlijk dan goed is voor 18 gram werkzame stoffen. Ja, heb ik ook gelezen. Dan moet je nog behoorlijk wat snoeien. Maar goed, dat gebeurt dus wel. Het inzamelen kan op heel veel verschillende plekken. Hebben jullie ook al vanuit het MST ergens aangegeven waar dat kan, waar mensen het kunnen inleveren? Nee, wij zijn niet betrokken bij de inzameling. Oh, dat niet? Daar zijn we niet bij betrokken. Dus daar heb je de stichtingen voor die daar heel goed. We gaan die stichtingen op onze website zetten. Ja, en dan gaan we mensen laten horen waar we het kunnen inzamelen.